Vandaag neem ik je mee in de bewustzijnsschaal van David Hawkins. En kijkend met een open blik hiernaar, maakt het voor jou inzichtelijk waar jij nu staat in je leven. Je kijkt naar mijn vlog Leef Verlicht. Ik ben Sander de Zwart en samen met jou en met mijn gasten ga ik op zoek naar de essentie van een leuker, lichter en luchtiger leven. Hey, welkom. Ik sta hier bij mijn eigen huis in de wind. Wordt eerst eigenlijk een vlog die ik bij mijn thuis opneem. Dit is de allereerste vlog die ik ook ga monteren. En dat houdt in dat ik er af en toe eens een keer wat uitknip. Bijvoorbeeld als ik te veel zeg. En op die manier wordt het wat dynamischer. Misschien ook wat leuker en aantrekkelijker om naar te kijken. Ik ga het gewoon uitproberen en zie wel waar het schip strandt. Vandaag neem ik je mee in de bewustzijnsschaal van David Hawkins. En kijkend met een open blik hiernaar, maakt het voor jou inzichtelijk waar jij nu staat in je leven. David Hawkins was een Amerikaans psychiater die leefde van 1927 tot 2012. En hij is vooral bekend geworden door zijn boek Power versus Force. En in dat boek omschrijft hij de menselijke bewustzijnsniveaus. En dit model heeft de vorm van een piramide, zoals je ook kan zien, die omgedraaid is. Verdeeld in 17 horizontale lagen. En dat zijn de bewustzijnsniveaus die van laag naar hoog bewustzijn lopen. Het bovenste gedeelte van de piramide staat voor het ultieme bewustzijn. En de onderste laag staat voor het laagste bewustzijn. En elk bewustzijnsniveau of level correspondeert met specifieke emoties, een gedrag, gedachten, overtuigingen en hoe je tegen de wereld aankijkt. En omdat je huidige staat van bewustzijn je gedrag, acties, emoties, gedachten en overtuigingen bepaalt, heeft dit invloed op je geluk in het leven. En het is essentieel om bewust te worden waar je dus die ontwikkelpunten ziet. En ontwikkelpunten wil niets meer zeggen, is dat je het ontmantelt. Ontwikkelt, dat je gaat kijken van waarin loop ik nu vast. Dus waarin hou ik mezelf bijvoorbeeld laag in dat bewustzijn. En als je dan vervolgens kijkt naar dit overzicht, dan zie je ook die pijlen van power en force. Dat maakt ook iets duidelijk. Ik zal er zo meteen even wat verder op ingaan. Ik ben ervan overtuigd dat die levels, dus eigenlijk van 0 of eigenlijk is 20 de laagste, van shame, schaamte, en het hoogste 1000, enlightenment, dus verlichting. Dit kunnen wij als mens in zijn totaliteit ervaren. Dus in die schaal kunnen we bewegen. Je moet het ook zien als frequenties waar we op afgestemd zijn. Net zoals als je de radio op 538 afstemt, hoor je alleen maar 538. En hoor je niet Sky Radio of Veronica. En zo geldt dat dus ook voor de schaal in je bewustzijn, waarin je bepaalde emoties ervaart. Je zult er dus eerst op af moeten stemmen om te ervaren. En ik geloof dat iedereen in min of meerdere mate al eens verlichting heeft ervaren. En als je bijvoorbeeld kijkt naar diverse religies, zoals het christendom, het boeddhisme of het hindoeïsme, daar wordt heel erg eigenlijk lineair gekeken naar dit geheel. Dat verlichting eigenlijk een eindpunt is, een einddoel is dat je als mens te bereiken hebt. En ik kijk er zelf even anders tegenaan. Ik geloof dat dat bereik, dus de frequentie, want daar praten we over, de frequentie die bij verlichting hoort, kan iedereen ervaren. Maar om daarin te blijven, om daar in stand te houden, of om dat eigenlijk in je dagelijks bewustzijn te kunnen ervaren, zul je eerst met die lagere frequenties, ja, die zul je mogen doorgronden, want die trekken je als het ware weer naar beneden. Dus op het moment dat daar nog dingen in zitten die opgelost dienen te worden, zit daar nog pijn of zit er dus bijvoorbeeld schaamte of schuldgevoel, zijn er dus onverwerkte emoties,
dan word je continu naar beneden getrokken. En zo is in jouw omgeving, word je daarin getriggerd. En als ik kijk naar mezelf bijvoorbeeld, dan heb ik wel een aantal malen echt verlichting ervaren in mijn leven. En bij verlichting dan, wat ik dan voel, want het gaat ook vooral om voelen, is dat je echt eenheid voelt. Dat je echt voelt dat je één bent met alles. Ik heb dat bijvoorbeeld door gebruik van psychedelica heb ik dat ervaren. Maar tegenwoordig merk ik ook dat wanneer ik bijvoorbeeld ga mediteren, ook die staat van bewustzijn kan ervaren. Dus dat ik ook opeens voel van, hé, ik ben één met alles. En bijvoorbeeld ook op momenten dat ik naar bed ga en net nog tussen het eigenlijk het proces van inslapen, dus het moment dat je eigenlijk nog wakker bent en net nog niet slaapt, daartussenin voel ik vaak, want dan ben ik ook nog bewust van, hé, ik ben wakker, maar ik ben wel in een toestand waarin ik bijna in slaap val. Daarin kan ik ook regelmatig een gevoel ervaren van eenheid. Dan, laatst ging ik daar eens bewust naar kijken en voelen van, wat gebeurt er nu eigenlijk? En dan voel ik, als het ware, dat ik één adem word met mijn gezin. Want dan ligt mijn vrouw naast me en haar ademhaling voel ik eigenlijk al van binnen. Of ieder zuchtje en kreuntje voel ik van tevoren al in me. En dan, dan begint ze net te draaien. En dat gaat als het ware in één vloeiende beweging door. En dan voel ik ook mijn kinderen die in de kamer naast ons liggen. En dan hoor ik ook door, onze muren zijn erg dun. Dan hoor ik ook inderdaad een kraakje van het bed. Dus dat ze ook net in een bepaalde beweging zitten in hun slaap. Dan voel ik iedere beweging. En dat is eigenlijk het gevoel van eenheid dat ik dan daarin ervaar. Maar dat is niet de continue staat van bewustzijn die ik ervaar. Alhoewel ik wel regelmatig ook peace, dus vrede, vreugde, dus geluk, joy, liefde. Dat eigenlijk wel in mijn dagelijks bewustzijn gewoon de boventoon voert. Terwijl dat ook anders is geweest. Er zijn ook momenten geweest toen ik echt heel erg depri was en in een burn-out periode zat, dat ik juist heel erg onderin die laag zat. Dus lager bewustzijn aantrok op dat moment. Dus dat ik in heel erg gevoelens van schaamte of schuldgevoel zat. Of ook verdriet. En ook angst van, ik wil iets anders in mijn leven, maar wat wil ik? En dan zit je ook in angst vast. En omdat je continu ook maar bezig bent met die misère, als het ware, blijf je in dat lage bewustzijn hangen. En kom er dan ook maar eens uit. Je bent dan een slachtoffer van je eigen leven en ziet op dat moment ook niet in dat jij zelf de touwtjes in handen hebt en dat je de mogelijkheid hebt om daaruit te stappen. Pas op het moment dat je dat snapt, dat kan, dat uiteindelijk een keuze is die je zelf maakt, maakt het ook makkelijker om die stap te gaan maken. En daarin zit dus vooral ook dat verschil tussen power en force. Wanneer je beide woorden naar het Nederlands vertaald, wordt het vertaald als kracht. Maar power en force zijn wel wezenlijk verschillende krachten. Force is namelijk een kracht die vanuit een geforceerde actie ontstaat, vanuit moeite. Je moet inspanning verrichten om dat te bereiken. En dat klinkt misschien heel raar, want verdriet of pijn of schuldgevoel of schaamte, daar kies ik toch niet voor, denk je dan misschien. Dus doe ik daar dan moeite voor? Nee, wat er gebeurt, de moeite die daarin plaatsvindt, dat is de strijd. Dat is de strijd die je daarmee voert. Dat is de strijd die je met die gevoelens voert. Daarin zit die moeite. Daarin zit die geforceerde actie, omdat je continu strijdt tegen die gevoelens. En op het moment dat je die strijdbijl begraaft en de gevoelens er gewoon laat zijn, dan kun je er ook naar gaan kijken. Dan kun je er ook mee aan het werk. Dan kun je er ook voor zorgen van,
ook door inzicht te krijgen van waar komt dit nou vandaan. En dat is pas stap 1, want dan ga je het beredeneren van waar komt het vandaan. Dan ga je bepaalde patronen zien, dan ga je herkennen van oké, maar dat gevoel van verdriet, waar is dat ontstaan? En pas op het moment dat je dat beredeneerd hebt, dan pas komt de volgende fase en dan mag je het ook echt gaan voelen. Mag je het ook doorleven en mag je het op die manier ook de ruimte geven. Dat je het er gewoon laat zijn, zonder daar een strijd tegen te voeren. Want op het moment dat je dat kan, ben je eigenlijk weer vrij in je beweging. Kun je dus ook ervoor kiezen om weer in een hogere frequentie te gaan zitten. Of om daarop af te stemmen. En wanneer je dan in het powerstuk komt, dan ga je vanuit een kracht handelen die van binnenuit komt. Die zit al in jou. Daar hoef je geen moeite voor te doen. Dus je hoeft dan ook niet zozeer inspanning te verrichten om een gevoel van moed of zingeving te ervaren in je leven. Daar hoef je eigenlijk niets voor te doen, want dat is al een kracht die in je huist. En op het moment dat je dat niet voelt en niet weet hoe je daar moet komen, dan zit je dus in force. Dan ga je dus moeite doen om dat gevoel te ervaren waar je naar verlangt. Dan zit je eigenlijk in die desire. Dan ga je als het ware verlangen naar iets dat je niet hebt. En dan ga je vanuit een tekort handelen, want je wil het zo graag. Je wil zo graag je beter voelen. Je wil zo graag meer liefde ervaren en vreugde en geluk en vrede in je leven of verlichting. Je wil dat graag ervaren, maar omdat die negatieve energie of die negatieve frequenties waar je op afgestemd bent, je daar nog in weerhouden, omdat zij als het ware ervoor zorgen dat je gaat strijden om dat te gaan bereiken, blijf je laag in die frequenties. En als je dan inziet dat het dan uiteindelijk gaat om het begraven van de strijdbijl, dat daarmee de ruimte gecreëerd wordt om een volgende stap te zetten, en dat je dan pas die lagere emoties kunt doorzien en kunt helen, dan pas komt er ruimte voor die hogere frequenties in je. Dus daar hoef je dan geen moeite voor te doen, maar dan mag je het als het ware ontvangen. Dan komt het je leven binnen zonder dat je daar extra inspanning voor hoeft te verrichten. En dat wil niet zeggen dat je niets meer hoeft te doen en maar lui achterover zit af te wachten. Nee, dat is totaal niet. Want op het moment dat je al vanuit die gedachte dat doet, van ja, oké, dan ga ik maar niks doen, want het moet moeiteloos gaan, dus dan doe ik maar niks. Maar dan ga je dus in een boosheid zitten. Dan ga je ook in een weerstand zitten van oké, kom maar op met dat leuke leven. Ik heb het nu wel verdiend. Na zoveel moeite, zoveel jaren, ben ik er nu echt aan toe om weer plezier te ervaren. Dus kom maar op. Nu heb ik het verdiend. En als je het vanuit dat niveau gaat bekijken, ja, dan ben je dus ook al niet vanuit liefde bezig. Maar dan ben je ook vanuit een tekort, vanuit een teleurstelling aan het handelen. Dus dat verlangen, dat wakkert dan weer aan. En dan handel je eigenlijk vanuit die teleurstelling van ik ben zo vaak teleurgesteld in mijn leven. Nu is het mijn beurt. Maar dan ga je dus ook vanuit die angst zitten van ja, en zit daar misschien ook nog een emotie onder van ik heb dat niet verdiend of waarom zou het nu wel lukken. Dan hou je jezelf ongelooflijk laag in je energie. Terwijl je eigenlijk het verlangen hebt om daar uit te stappen. Maar omdat je jezelf eigenlijk vanuit die boosheid ook van nou kom maar op praat, ja, kom je ook niet verder. Dus het gaat er in dat geval ook om van ja, wat zit er dan nog in me? Wat weerhoudt me? Welke boosheid zit er dan in me dat gezien wil worden? En daar mag ik eerst mee aan de slag voordat ik verder kan. En daarin heb ik zelf in de afgelopen jaren behoorlijke stappen gemaakt door trainingen te volgen, door gewoon iedere keer. En iedere keer gaat het gewoon weer terug naar de basis, naar je gevoel. En voel maar wat er gebeurt in je. Waar zit die boosheid in je lichaam? Wat wil die boosheid je vertellen? Waar komt dat vandaan? En wat wil er gezien worden? En meestal gaat dat toch ook om een stuk erkenning of een stuk afwijzing waar je mee te maken hebt gehad in je leven.
Of dat je erkenning vroeg, bijvoorbeeld van je ouders, en daardoor het gevoel had van ja, omdat je daar niets voor terugkreeg, dat je extra je best moest doen, dat je extra hard moest vechten voor je bestaan. En misschien is dat wel een rode draad door je hele leven, dat je continu voor je plek aan het vechten bent in deze maatschappij. En dat daarin ook die tekortgedachte zit van oké, het zal wel niet aan mij besteed zijn, dat geluk. Van hij, dat geluk is voor andere mensen weggelegd en niet voor mij. Ja, en daar ben ik op een gegeven moment van afgestapt, van die gedachte. Omdat ik ook om mij heen zie, en als ik kijk naar de wereld, ja, dan zijn er mensen die heel succesvol zijn. En die hebben ook 24 uur in een dag. Die hebben dezelfde 24 uur in een dag. En waarom lukt het de een wel en lukt het de ander niet? En daarin zie ik dat alles te maken heeft met bewustzijn en ja, de eagerness, de motivatie hebben ook in jezelf. Je moet jezelf ook motiveren om aan de slag te gaan met jezelf. Om stappen te gaan maken. En zo zie je bijvoorbeeld dat er worden tegenwoordig, ja, word je doodgegooid met allerlei online programma's of met succestrainingen. Kijk maar naar 365 dagen succesvol. Dat zijn gewoon hele enthousiaste jongens die ook gewoon echt gaan voor, ja, een gelukkig Nederland. En die hebben daar een enorm groot programma voor gemaakt. Michael Pilarczyk werkt ook aan dat stuk geluk om mensen uit die slachtofferpositie te halen. En gewoon echt weer, ja, te doen aan zelf-empowerment. Zo wordt dat ook genoemd in het schema van David Hawkins. Die mensen die gaan dus ervoor zorgen, ja, dat ze in hun kracht komen. Maar dan niet in een kracht vanuit een geforceerde handeling, maar vanuit hun ware kracht, vanuit hun natuurlijke kracht. Nu is het wel zo dat heel veel programma's die gericht zijn op mindset, zoals ik net noemde, die helpen je wel wat. Die helpen je om het met je verstand te beredeneren. Om in te zien van, hé, maar waar zit dan mijn pijn? Waar zitten dan de stukken die bekeken mogen worden in mezelf? Maar je zult er wel mee aan de slag moeten. Want op het moment dat je stopt met positive thinking, waar het eigenlijk heel erg om gaat in dat soort programma's, is dat je weer heel snel terugvalt in die oude patronen. En die oude patronen dienen dus wel eerst te doorgrond worden en geheeld worden. Op energetisch niveau, dus diep niveau. En dat betekent ook dat je ze mag doorvoelen en mag doorleven. En daar helpen die programma's van self-empowerment meestal niet bij. Die helpen bij dat stuk mindset, je ogen te openen en je te doen inzien van, hey, dit heb ik te doen om stappen te gaan maken in mijn leven. Maar het echte werk moet je toch echt zelf doen. En pas op het moment dat je dat ziet, inziet dat je zelf aan het werk mag met je blokkades. En dat je daar ook nog aan mag gaan werken. En je hoeft dat niet allemaal zelf te doen, want er zijn zoveel aanbieders. Ik bied dat bijvoorbeeld ook aan in mijn coaching trajecten. Ik doe healing, dus op energetisch niveau. Doorgrond ik de blokkades, zodat dat allemaal los mag komen. En dat heeft uiteindelijk allemaal ook te maken met zelfliefde en die weg van zelfrealisatie om nog hoger in je energie te gaan zitten. En iets dat ik vergeten ben te vertellen, het lijkt alsof dit nu een soort ladder is die een ranking aangeeft van hoe hoger, hoe beter. Nou ja, dat is het dus totaal niet. Want daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er niet om dat één beter is dan de ander. Het gaat erom dat je inzicht krijgt in de wijze, ja, hoe ons bewustzijn werkt. En iemand met een lager bewustzijn, iemand die dus eigenlijk in de regel in een slachtofferrol zit, die mensen zul je ook herkennen, die zijn niet per se slecht. Maar die mensen die hebben nog niet het bewustzijn dusdanig ontwikkeld dat zij inzien hoe zij eruit kunnen komen. Maar dat maakt ze een even waardevol mens dan iemand die bijvoorbeeld in een continue staat van verlichting verkeert. En ik geloof sowieso niet dat je in een continue staat van verlichting kan verkeren, tenzij je alleen woont op een onbewoond eiland en de hele dag niks hoeft te doen. Want dan sta je ook verder niet bloot aan prikkels. Dan kan je dus, zijn er geen omstandigheden waardoor je energie
naar beneden gehaald kan worden. Maar wij leven in een maatschappij die enorm druk is. Waar we continu blootstaan aan prikkels. Dus natuurlijk schommelen wij continu in die frequenties. Want we worden door heel veel situaties naar beneden getrokken. Door nieuwsuitzendingen of door social media. Door steeds maar weer onze tijdlijn te willen checken. Door in verslavingen te raken. Worden we steeds teruggetrokken naar die lagere frequenties. Door alles wat er gebeurt. En pas op het moment dat je leert dat te doorzien en ook inziet van hey, dit gebeurt er. Dus ik heb ook weer de keuze om daaruit te stappen. Ik heb ook weer de keuze om weer terug te gaan naar een hogere energie. Dan pas gaat het voor je werken. En zolang je niet bewust bent daarvan, blijft het iedere keer tegen je werken. En zo heb ik dat ook ervaren met mijn eigen hooggevoeligheid bijvoorbeeld. Dat ik dat heel lang als een last heb gezien. Dat ik ja, die overprikkeling, ik kon daar gewoon totaal niet tegen. En ik was een slachtoffer van mijn eigen kracht eigenlijk. Want het, ja, nu zie ik hooggevoeligheid als kracht, maar destijds niet. Want dan vond ik het heel vervelend. Dan wilde ik niet zoveel voelen. Dan wilde ik niet alle gevoelens van anderen overnemen. En dan wilde ik niet zo'n zware last voelen iedere keer op mijn schouders. En toen ik daaraan begon te werken, toen las ik een keer een artikel op een website en dat maakte me toen ook heel boos. Want toen werd er ook gezegd, op het moment dat je nog last hebt van je hooggevoeligheid, dan ligt dat aan je bewustzijn. Dan ben je nog onvoldoende ontwikkeld in je bewustzijn. Nou, dat raakte me behoorlijk. Ik was gewoon getriggerd. Ik was gewoon kwaad op die man die dat had geschreven. Van, hoe kon die dat nou zeggen? Want ik was wel ontwikkeld en ik deed altijd al aan zelfreflectie en ik deed altijd al mijn best om het beste uit mijn leven te halen. Dus ik heb er alles aan gedaan. Dus hoe kon hij dat nou zeggen dat ik niet voldoende ontwikkeld ben? Dus het maakte me zo kwaad. En toen ik uiteindelijk ook ging inzien dat, ja, natuurlijk deed ik mijn allergrootste best. Maar mijn bewustzijn was inderdaad nog niet dusdanig ontwikkeld dat ik alles kon doorzien. Want op het moment dat jij in een laag bewustzijn leeft, ja, dan zie je ook niet meer mogelijkheden. Dan is jouw belevingswereld ook heel klein. Dus dan denk je dat je alles eraan doet om je leven zo aangenaam mogelijk te houden. Maar ergens zul je dan toch een moment moeten krijgen dat je wel die stap maakt, dat je dat oprekt. En ja, daar moet vaak iets voor gebeuren. Daar moet vaak iets extreems voor gebeuren. Dus dat je overspannen raakt of een burn-out of ziek wordt. Of een stoornis ontwikkelt. Of noem het maar op. Er moet iets extreems gebeuren. Wil je echt een stap gaan maken? Tenzij je nu zegt van, hey, ik heb nu het inzicht van, ik snap nu wat er moet gebeuren. Ik moet nu echt stappen gaan maken, want dan is het echt zo belangrijk om de juiste hulp te zoeken. Dan is het gewoon heel goed, want als jij nu al denkt van ik moet nu die stap gaan maken, ik wil nu definitief uit die slachtofferrol stappen, ja, dan is het eigenlijk al de keuze die het maakt dat je die stap gaat nemen. Maar die keuze zul je zelf moeten maken. Die kan niemand anders voor je doen. Dus op het moment dat je zelf in staat bent om die keuze te maken, van ik ga het nu anders doen, ja, dat opent alle deuren naar een hoger bewustzijn. Maar dat kan je niet altijd alleen. Daar heb je soms ook hulp bij nodig. En daar zijn ook heel veel online programma's voor, of therapeuten die je daarbij kunnen helpen om daaruit te komen. Om toch een stap te maken naar, ja, een stukje zelf-empowerment. Zodat je, ja, meer vanuit je kracht gaat leven. En als je dat eenmaal, die positieve flow hebt, ja, dan is het tijd voor een volgende stap. En dan ga je door naar zelfrealisatie. Dan ga je dus ook echt zien van, hey, ik ben meer dan alleen dit lichaam en het mens hier op aarde, maar ik heb een grotere missie. En ik voel dat we met z'n allen verbonden zijn op deze planeet. Dat er dingen niet voor niets op mijn pad zijn gekomen. Dan ga je opeens steeds meer doorzien en ga je steeds meer interesseren ook in spiritualiteit. En spiritualiteit wil niet zeggen iets zweverigs of een religie. Nee, spiritualiteit heeft puur te maken, in mijn ogen, met
bewust in het leven staan. En dat je de bereidheid voelt om het uiterste uit het leven te halen. En het uiterste uit jezelf te halen. En om vanuit jouw essentie, dus vanuit wie je in de kern bent, te leven. En dan begint dat pad van zelfrealisatie. Zodat je eigenlijk steeds meer stappen gaat nemen om bewuster in het leven te staan. En die uiteindelijk leiden tot die spirituele verlichting. En dat wil niet zo zeggen dat ik nooit meer boos ben. Want soms kan ik na een hele mooie cursusdag, waar ik heel hoog in mijn energie heb gezeten, waar mensen echt mega blij de deur uitgaan, waarbij ik enorme mooie dingen heb gedaan en blokkades heb doorbroken met mijn klanten. Dan kan ik heel blij zijn en dan zit ik zo hoog in mijn energie en dan kom ik vervolgens weer thuis. En dan begint het leven weer. Dan word ik bijvoorbeeld kwaad op mijn zoon, omdat hij nog steeds achter de PlayStation zit, terwijl we gaan eten. En natuurlijk, die boosheid, dat is een staat van zijn die dan ontstaat. En ergens, als ik dat dan ook weer meteen ga doorgronden, dan heeft het dus niets te maken met zijn gedrag, maar dan heeft het te maken met wat er in mij getriggerd wordt, of dat ik ervan baal, of dat ik het eigenlijk mezelf verwijt, waarom ik me weer laat verlagen in die energie. Waarom ik dat niet vast kan houden. Dus dan ga ik mezelf ergens toch naar beneden praten. Want dat doe ik zelf. En ik merk daarin wel ook een verschuiving dat ik minder vaak boos ben. Kijk, en in periodes dat ik heel erg depri was, ja, was ik continu boos. Kon ik weinig hebben. Maar dat zul je zelf toch ook merken. Op het moment dat je moe bent en laag in je energie zit, dan kun je weinig hebben. Dan is ieder zuchtje of kreuntje die een ander geeft, is dan al een hele grote, een groot issue. En zit je hoog in je energie, ben je blij, ben je vrolijk, dan kan je de hele wereld aan. Dat zou iedereen het met me eens zijn. En het is de kunst om daar dus gewoon in te laveren en om ook het schema dat ik gewoon laat zien, om daar niet te veel aan vast te houden, niet dat te zien als ultieme waarheid, maar gebruik het gewoon als leidraad om te zien en vooral af te tasten van waar sta ik nu eigenlijk en wat heb ik aan mezelf gedaan, ook om eens terug te kijken op je eigen leven van ja, hoe zit mijn leven nou in elkaar, wat heb ik bijvoorbeeld gedaan aan mijn persoonlijke ontwikkeling om mijn bewustzijn te verhogen. Zit ik bijvoorbeeld al in dat self-empowerment vlak, maar zie ik ook inderdaad in dat er nog steeds wel zware emoties onder kunnen zitten die me terugtrekken, waar ik aan mag werken, dus aan de blokkades waar ik aan mag werken, ja, dan kun je daar gerichter mee aan de slag. Dus zie het niet als een ultieme waarheid, maar gebruik het gewoon als leidraad, als hulpmiddel om te zien en te ervaren waar je nu staat. En als ik ook kijk naar dit schema, dan geeft het mij sowieso een heel mooi inzicht in, ja, waar zitten mijn ideale klanten bijvoorbeeld in mijn eigen business. Ik heb aan de ene kant de HSP-man voor de hooggevoelige man. En die help ik in de online trainingen om daarin de stappen te maken. Dus die help ik als het ware met self-empowerment. Dus naar een volgend niveau in hun bewustzijn door te stappen, zodat ze op een positievere manier in het leven staan en van daaruit weer de volgende stap kunnen maken. En die volgende stap, dat is dan zelfrealisatie. En dat is waar ik dan met Sander de Zwart coaching mee help, is dat ik, ja, die mensen persoonlijk ontvang. Want dat zijn mensen die dus echt weer een volgende stap nemen in hun leven. Dus niet alleen maar die mindset, maar dat ze echt klaar zijn om op diep niveau met zichzelf te verbinden. En echt vanuit hun essentie te gaan leven. Mooi, ik ben benieuwd wat dit jou heeft gebracht. Of dit jou mooie inzichten heeft gegeven. Ik zie je graag een volgende keer bij de volgende vlog. En mocht je vragen hebben, stel ze dan even in de comments op Facebook of in YouTube of op mijn website. Stel je vragen, want pas op het moment dat je aan de slag gaat met de dingen waarmee je bezig bent in je hoofd en daarop doorgaat, dan pas kun je dus ook weer een volgende stap maken, kun je ook weer verder groeien. Tot de volgende keer!